We hebben de smaak te pakken. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Kijk nou, het is echt super warm. En we willen Jax natuurlijk wel een goede nachtrust geven. Kijk nou wat een apparaat Sander nou weer hebt aangeschaft. Hè? Kijk uit, hè, want hij gaat eruit. Jax? Jaxie, kijk eens. Wat is dat voor moois? Die heeft een airconditioning zonder afzuigslang. Oh ja, klopt. Dus deze kun je gewoon in de stekker in de stopcontact gooien. Ja. Doe je van die vrieselementen erin. Jaxie, kom eens. Eén het. Zo, er komt goede lucht uit. Ja. Maar kijk, dit en is... En thuis moet ook even voelen. Even voelen. Even voelen. Zo, die micro erin. Maar... Oh, dat is lekker, man. Ja, ik weet het. Maar je moet nu even voorstellen, want kijk, ik wilde heel graag... Stel je gewoon... voor. Nee, ik wilde heel graag een normale airconditioning. Stel je voor. Ik wilde heel graag een normale airconditioning. Maar kijk. Imagine. Zijn kamer heeft geen los raam. Het is alleen twee openslaande deuren. Dus je kan die slang nergens... Ik ga niet een gat in de muur boren om die slang... Nee, de slang moet wel ergens in. Dan ga je geen gat in de muur boren. Abba. Dat doe ik wel vervelend. Dus imagine, check deze setup dan. Ja. Laat die even laat nee. De setup zien. God. Kijk dan. Een tripod. Ja, ik weet anders niet waar ik hem kwijt moet. Ik ga hem niet aan het plafond hangen. Dus, en hier kan die niet. Daar lukt ook niet. Nee, inderdaad. Nou, wij gaan even lekker douchen. Ja, zij gaan even lekker douchen. Ik ga even ook lekker douchen daarna. Want ik stink een euro in de wind. En dan zie ik jullie na de intro. Goedemorgen iedereen. We hebben net een super leuke meeting gehad met Panatta. De eigenaar van Panatta, van Benelux in ieder geval. Die gaan onze gym equipment verzorgen. Komt volledige lijn in de warehouse. Dus ik ben echt super blij. Zo tof. Ze hebben precies wat we nodig hebben. Ze gaan hem ook helemaal inrichten. Shoot ready. Ja, ik ben er super blij mee. Echt super vet. Sandra is even achter met de honden en Jax bezig. We gaan nu naar kantoor toe. En dan hebben we een meeting over onze shop app. Dus we willen een app maken. Waarbij je gewoon letterlijk eigenlijk de website hebt, maar heel snel kan bestellen. Net zoals bij bol.com of bij andere online shops. Ik ben nog even een layered bar aan het eten. Maar wel echt heel nice. Dus we hebben net ons lijstje doorgestuurd van apparaten die we nodig hebben. Maar ik kan erg niet wachten tot het er is. Dus ik hoop dat het heel snel komt. En dan gaan we het natuurlijk jullie gewoon weer laten zien. Onze... Minister, premier, onze premier. Ja. Dit is een premier, hè? Ja. Geen president. Nee. Wij hebben geen president. Hij heeft aangekondigd, 1 juli gaan de gyms weer open en dan kunnen we weer bijeenkomst komen en weet ik veel wat. In ieder geval heel leuke, wel van monden heen. Hele leuke en positieve berichten van die kant. Die komt! Ja, dat vind ik geweldig. Maar ik ben, ja, zoals jullie kunnen zien, ik ben blij daarover. Gyms gaan weer open. Er komt weer leven in de brouwerij. Over 3 dagen komt de boot aan met onze mannenlijn. Nou, dan wordt die geshoot. Dan wordt die op de website geplaatst. Dan kunnen we eindelijk knallen. Dus alles zo, die timing zo, is niet verkeerd, denk ik. Zeker niet. Ja? Dus, maar ja, we hebben nu dus een meeting op kantoor. Daarna gaan we nog even de verzendingen doen van vandaag. En dan weer een leuk dagje vol. Ik kan mezelf dus niet zien. Het zit er verder vanaf dat ik niet weet of ik in beeld ben. Je bent in beeld. Maar heel klein. Hola! Maar kijk, als ik dus hier sta, dan zie ik helemaal niks meer. Dus dan zie ik helemaal niet of ik in beeld ben. Nee, je bent wel in beeld. Echt? Ja. Met een beeld. Oké. Tjus. Zo, daar zijn we weer. Ik zal jullie even laten zien welke ruimte we beschikbaar hebben voor de gym. Dit hele gedeelte kunnen wij dus als gym gaan inrichten. Helemaal tot en met hier. Dan hebben we deze kant namelijk. Dat wordt dus opslag.
Dit wordt ook allemaal opslag. En dan hebben we boven ook nog een hele hoop ruimte voor opslag. Dus als de mannenkleding hier straks is, dan staat dit helemaal vol. Je ziet er is niet zo heel veel meer over van de vrouwenlijn, dus die wordt ook aangevuld. En weer met nieuwe items, zoals ik al eerder had gezegd. Die rekken worden nog waarschijnlijk tot ongeveer hier uitgebreid. En dan kunnen we hier doorbouwen aan die kant. We hebben dus onder die tafels hebben we ook nog een hele hoop meer van die rekken staan. Dus die kunnen we gewoon helemaal uitbouwen. Maar we vinden het wel tof dus om dit gewoon volledig in te gaan richten met gym. En dan zie ik een grote power rack voor me. Multistations. Wat hebben we nog meer allemaal? Nou ja, echt een flinke hoeveelheid aan apparatuur in ieder geval. Sowieso een dumbbell rack natuurlijk, bicep curl. En voor de vrouwen een glute, nog wat. Allemaal leuke dingen in ieder geval, jongens. Nou, we moeten eerst even wat wachten nog even op die guy voor de meeting. Want het is toch wel mooi als je een app hebt, weet je, waar mensen gewoon makkelijk kunnen bestellen, notificaties krijgen als we nieuwe sales hebben. Ja. Ja, en hier, we hebben nu een ruimte vol daar, met allemaal Zoe staan. Die gaat er inmiddels, vanaf 1 juli gaat die eruit. En dan hebben we dus ook een ruimte voor een fotostudio. Want die fotostudio, die moet natuurlijk geen natuurlijk daglicht hebben. Want we gaan daar gewoon lampen ophangen en een backdrop en de hele zooi. En ook een groene backdrop voor gifjes en dat soort ongein. Dus dat is ook wel heel cool. Ik heb trouwens besloten, 13 juli gaan we de Lexus omtoveren. En het wordt, drumrolls, matwit. Matwit. De meeste stemmen waren voor wit. Ik had van tevoren al in mijn hoofd, ik hoop dat het wit, dat iedereen wit zegt, want dan hebben we daar in ieder geval geen discussies meer over. Maar het wordt pearl, ja, pearl white moet ik zeggen, pearl white. Dus ik ga weer naar Sven van Juicy Graphics, waar ik ook de Chrome Delete heb gedaan. Dus daar gaan we dan weer heen en dan gaan we hem omtoveren tot een own wagon. Dus helemaal pearl white. Dus het is een beetje mattig, maar er zit wel een glansje doorheen. En dan komt er op de zijkant komt er own te staan. Website mooi op de achterkant, dat als wij door Nederland heen rijden, hebben we nou ja, in ieder geval een mooie mobiel. Ja, dus dat. Nou, voor de gym nog eventjes terugkomend. Hier komen twee spiegels. Dus dit wordt volledig spiegel. En dan denk ik dat we hier doen we die multi-tower voor de flies of iets dergelijks. Of we zetten hier het squat rack neer of het power rack. Dat je ook een beetje naar jezelf kan kijken, alhoewel dat hoeft van mij niet per se. Jawel! Daar kunnen we nog spiegels hangen. Dus het wordt echt het wordt super tof. Hoe voel jij het erover? Ja, ik vind het zo leuk. Ik kan echt niet wachten, want het is nu echt zo'n hassle om te trainen. Het is niet normaal meer. Als je een kind hebt en met die corona, ik kan echt niet wachten. Nee. Lijkt me zo chill. Oké, meeting en daarna die pakken. Kijk nou. Ga je gezond doen? Mm-hmm. Nou, doe jij eens even normaal met dat neergooien. Oh. Ja, wat is dat nou? Doe jij eens even gewoon rustig. Gewoon okay. Even op zijn plekje terug. Gewoon hoe het hoort. Signaal op je plekje terug, hè? Ja, moet je even proberen. Ik was heel erg benieuwd, want ik zie wel eens. Nou, mens, even serieus. Oké. Ja, ben je klaar? Ik zie zoveel mensen juicen en ik ga echt niet juicen, want ik vind het echt onzin als je al je eten hierdoor vervangt. Maar ik vind het wel heel mooi als je het als ik vind addition. Dat je moet eigenlijk wel eten, turmeric. Ik vind het wel goed dat als je dus in addition af, weet je wel. Ik heb geen broek aan. Jawel. Goed verhelder of niet? Als aanvulling tot. Ja, tot je normale dieet. Nee. Ja, gewoon, het is eigenlijk een supplement waar je oh, dat bedoel je. Ja. Toch? Deze, ik hou echt van ginger shots. Het zijn allemaal ginger shots. Zo is ook een ginger, dus dat komt goed uit. Nou, het is niet leuk dat je hem altijd ginger noemt. Hij heeft wel een beetje rode haar. Ook, sorry hond. Ik ben totaal niet rood, jij ja, helemaal niet. Misschien trekt dat nog op bij. Sorry hondje. Line of fire. Okay. Ja, ik hoop ook dat het nog maar mogelijk. Maar hoeveel shots per dag? Ik weet het niet, maar er zit wel een goed boekje bij.
Ik denk dat ik er ook eentje ga proeven, maar ik wil hem wel eerst even in de vriezer leggen, gewoon snel koelen. En dan probeer ik die apple, spinach en celery. Kijk, ze hebben dus ook, als je wel zo'n cleanse wil doen, dan hebben ze precies aangegeven wat je op welk uur van de dag moet drinken, zie je dat? Ja. Gekke huis. Nou, ik ben dus ook, ik eet s'avonds groenten, maar, oh, hallo. Ik eet s'avonds groenten, maar de rest van de dag eigenlijk niet. Zo. We hebben een beetje knoflook in het eten gezeten, of niet? Wat dan? Ik ruik mezelf gewoon praten. Zo. Ik ruik mezelf gewoon praten. Heb je dat wel eens, dat je praat en dan denk ik, nee, tanden poetsen. Goedemorgen jongens. Oh, net even een heerlijke gymsessie gehad. Ik ben vroeg het mandje uitgegaan, direct naar die gym, want dan is het nog cool. Die gym heeft namelijk geen airco's en heeft een plat dak. Dus hoe langer je wacht, hoe heter het wordt. En dan is het echt niet meer verdraaglijk. Dus lekker rugsessietje gepakt. Ik ben nu nog aan het onderhouden. Straks gaan we een mooie sessie doen. Dan gaan we weer een soort van transformatie journey aan. Dus dan trainen we in onze eigen gym. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik van quarantaine body weer terug ga naar... Nou, body 2018, zullen we maar zeggen. Of 2019 eigenlijk wel. Ik heb het lang doorgetrokken toen. We gaan nu naar het consultatiebureau. Zie. Even kijken hoe het met die kleine gaat. Of hij goed op gewicht is. Of hij goed op lengte is. Hij heeft een klein wondje bij zijn lip. Het zou kunnen zijn dat hij gevallen is. En dat het een klein sneetje was. Maar het kan ook zo zijn dat hij van mij een kortslip heeft. En niet omdat ik hem heb lopen zoenen met een kortslip. Want ik was juist heel, heel voorzichtig daarmee. Omdat het gevaarlijk is met baby's. Hè? Maar ik heb wel, nou, ik denk dat ik sinds ik jou ken, één keer een halve kortslip heb gehad. Dus ik heb het gelukkig niet zo heel sterk. Maar zijn we wel scherp? Je hebt gewoon een goede weerstand. Ja, en precies. Ik merk gewoon als ik moe ben, zorg ik gewoon dat ik rust krijg. Goed eten, bla bla bla. En dan is het meestal, gaat het wel oké. Maar ja, dus consultatiebureau. En dan, hopelijk gaat het helemaal goed met hem. Maar terugkomend op dat project wat ik dus ga doen. Ik ga in 6 weken ga ik weer helemaal droog, strak, als een beest. Ik bedoel, ik zie er echt, ik heb gewoon mijn massa nog wel redelijk behouden. Maar ik zie er niet zo scherp uit als dat ik gewend ben van mezelf. En eigenlijk sinds wij samen zijn, is dit mijn slechtste shape, tussen aanhalingstekens. En dat vind ik gewoon leuk om jullie te laten zien hoe ik dat dan ga aanpakken. Ja, even goed blijven liggen, mannetje. Moet even bij je kijken. Even niet zo mooi. Oh, zo, ja. Ja, precies. Even strekken. We hebben momenteel de regel 1 ouder, 1 kind die we binnen mogen. Dus ik weet niet wie er van jullie mee naar binnen gaat. Nee, ik wacht wel. Oké. Nog even de omzet van je hoofdje doen. Het enorme ding, hè? Nee. Niet dom, man. Het is een heel mooi hoofdje. Een heel mooi kop met haar. Ja? Ik heb het al moeten knippen. Het ding voor zijn ogen. Ja. Oké, gaan we naar de weegschaal. Kom je mee? Zo. Oh. Oh. Neem hem zelf mee. Oh, we zijn er bijna. Ja. Oh, wacht, de luier even af. Oh ja. Onze kleine boy is 9255 gram. Hoeveel centimeter was het? Nou ja, 72, maar ik zag 73. Hij lag helemaal zo. Ja, want zijn hoofdje lag scheef. Ik heb, ja, dat doe ik zo. Oh, dat deed je. Ja. Maar ja, dus volgens mij zijn ze niet zo heel precies. Nee, klopt, maar hij zit heel goed in zijn groeigrafiek. Hij zit helemaal goed in zijn groeigrafiek. Nee, maar dat is echt wel fijn, dat ik natuurlijk toch wel twijfel of je genoeg eten binnenkreeg. En toen ik omschreef wat hij at, zei ze, nou, dan zit je helemaal goed hoor, zegt ze. Ja. Dus. Hij wil nog niet echt zijn eigen papjes eten van zijn lepel, maar hij eet veel met ons mee. En hij neemt veel van die groentesapjes en zo. En ze heeft dus nu ook gezegd dat je dat echt moet stimuleren. Ze zegt, als hij nu al met een pot mee eet, dan mag je echt blij mee zijn. Ja, dan moet je zo doorgaan. Weer zo'n hoedje opzetten 's ochtends en zo'n... Toetje.
Nee, maar serieus, omdat het gewoon, ze zegt dat is echt in principe veel beter. Omdat hij dan en veel beter leert kauwen. Hij leert veel meer dingen, verschillende dingen te eten in plaats van alleen die babypapjes. Ik heb trouwens vanochtend die turmeric shot genomen van die detox pakket van jou. Mm-hmm. Nou, die zit nu nog hier. Oh, lekker. Heel lekker is het niet, maar wel ik gezond. Voel me wel gezond. Ik heb die ginger shot ook genomen, lekker branden. Die vond ik beter. Ik heb echt knijterveel honger. En ik wil ook deze vlog beëindigen. Ik vond het weer echt super, super gezellig. Echt super, super gezellig. En omdat ik het zo super, super, super gezellig vond, vind ik dat jullie even een duimpje mogen. Thanks voor het kijken en we zien jullie de volgende. Tjus! Oh ja, koortslip. Waarschijnlijk niet. Dus goed nieuws. Doei!